De afgelopen dagen hadden we zware regenval, de langste file van het jaar. Onweer, een ondergelopen supermarkt, ontruimde campings, hagel die door toiletten in Friesland naar boven kwam spuiten, code geel, straten die blank stonden, rolwolken, natte kelders, hoogstbuien. En dat terwijl Geert Wilders ons vorige week toch heel stellig beloofde: en de zon gaat weer schijnen. Geen lekker begin, zou ik zeggen. Typisch voor populisme. Dingen beloven waar je helemaal geen invloed op hebt, en dan straks waarschijnlijk die linkse klimaatdeugers van het KNMI weer de schuld geven. En natuurlijk, het was een metafoor, dat snap ik ook. En eerlijk is eerlijk, de doorrekening van het Centraal Planbureau gisteren van alle plannen zag er zonniger uit dan iedereen verwacht had. Volgens mij ook Geert zelf. De oppositie had die doorrekening aangevraagd omdat ze zeker wisten dat er niks van al die mooie praatjes over zou blijven. Maar het CPB concludeerde dat, hoewel heel veel dingen waarschijnlijk onhaalbaar zijn, met dit beleid het BBP zou stijgen, de koopkracht iets omhoog zou gaan, de werkloosheid zou afnemen en de armoede iets zou dalen. De coalitiepartijen die voor de verkiezingen nog bijna allemaal weigerden hun plannen door te laten rekenen, omdat het CPB er helemaal niks van bakt, stonden nu ineens te glunderen als kleuters met een strikt diploma. Goeie start, twitterde Pieter Omtzigt tevreden. Jammer, dacht ik, want ik vond het eigenlijk wel prima dat het CPB eens niet de hoofdrol speelde in de campagne. Het is zo typerend voor de Nederlandse politiek van de afgelopen jaren dat elk debat uiteindelijk verzandt in gelul over een basispad en BBP en procentpunten van koopkrachtcijfers, dat elk moreel principe of politiek ideaal wordt teruggebracht tot een economische kwestie en wat de burger daarvan in zijn portemonnee zal voelen. Hartstikke belangrijk natuurlijk, vooral voor de burgers die niet zo'n hele grote portemonnee hebben, maar ik hoop toch dat Rob Jetten andere termen gaat gebruiken om oppositie te voeren dan financieel drijfzand. Want dat suggereert dat als je maar een dekkende begroting hebt, het wel helemaal prima is om mensen in tentjes te laten slapen, natuur om zeep te helpen of te roepen dat mensen met minimumloon, maar gewoon meer overuren moeten maken. Dit is geen grap. Dit was hoe Caroline van der Plas rechtvaardigde dat het minimumloon niet omhoog gaat, terwijl grote bedrijven fiscale cadeautjes krijgen. Niet zeiken, paar uurtjes bijbeunen in de avond. Succes verder. Politiek mag wat mij betreft na 13 jaar weigeren over visie te praten, juist over de morele dingen gaan. Want je kan het CPB natuurlijk alles laten doorrekenen. In Rusland is de koers van de roebel op een fantastische piek en daalt de werkloosheid en groeit de economie. Het zou een prachtig rapport opleveren, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat het deugt. Bovendien stonden er een paar belangrijke woorden in de analyse van het CPB waar iedereen nu overheen lijkt te lezen. De plannen zorgen voor iets betere cijfers dan het huidige beleid. Dat kan iets over die plannen zeggen, maar het zegt misschien nog wel veel meer over het huidige beleid. Dat het dus niet eens zo heel veel uitmaakt wat je doet, dat het voor de laagste inkomens eigenlijk sowieso niet veel slechter kan. Dat zelfs een akkoord dat neerkomt op alles wordt duurder behalve de Efteling een verbetering is van hoe het nu gaat. Omdat ondanks het belastingvoordeel bij het inkopen van aandelen en het verlagen van de winstbelasting en het subsidiëren van de agro-multinationals, de kabinetten van de afgelopen jaren blijkbaar nog meer hun best deden om het bedrijfsleven zoveel mogelijk te ontzien. Maar nou zit ik toch weer over financiële maatregelen te praten. Dat is dus wat het CPB met je doet. En daar moeten we dus vanaf. Want we weten nu, je kan ze alle sprookjes laten doorrekenen. Hans en Grietje, Doornroosje, het hoofdlijnenakkoord. Het maakt niet uit. Dan zal vast blijken dat snoephuisjes fiscaal voordelig zijn, of dat 100 jaar slapen enorm scheelt in de zorgkosten, maar dat de vader van Hans en Grietje zich door valse beloftes van zijn nieuwe huwelijkspartner heeft laten verleiden om allerlei moreel wanstaltige keuzes te maken die zijn kinderen in diepe ellende storten. Daar zul je het CPB nooit iets over horen zeggen.